Vandaag ga ik een one-on-one opnemen tegen de GOAT, Julio. We gaan er gelijk joinen, we gaan gelijk het zien. We gaan twee verschillende rondes doen en we gaan zien wie er beter is. Daar hebben we hem. Yo, 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 yo. De build fight doen we tot 5. En daarna nog even realist tot 5, ja? Wat denk je? Wat gaat het worden tussen ons? 3-1. Nee, we gaan tot 5, tot 5, tot 5. 5-2. Oeh, 5-2 voor? Ja. Oké, want je speelt op PlayStation 4 of 5? 5. Oh, 5. Oh, daar gaat hij. Ik voorspel een 5-5. Oh, dat kan niet. 5-4 voor mij. Wat, hè? Wat, hè? Maar dat is niet slecht, hoor. Oeh. Kut. Ai. Jammer, 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 jammer. Oké, maar dames en heren, ook voor de mensen die vroegen om het aantal likes. Vorige keer moest er 4000 likes volgens mij gehaald worden voor zijn facecam. Is dik gehaald. Volgens mij zitten we nu op 10.000 likes, dus dat betekent dat we die facecam ook voor hem gaan bestellen. Dus jij kan binnenkort een facecam streamen, man. Of video's opnemen. Dankjewel. Sowieso. Ja, je moet Keizer danken, man. 4.000 likes. Dankjewel, man, boys. Hoppatee, hoppatee. Maar voordat we verder gaan met deze video, heb ik een super tof product ontvangen van Flexispot. Namelijk de zitstaanbureau, de E7 Pro. En ik kan die fantastisch aanwerken. Ik kan bijvoorbeeld ook aan dit bureau andere video's gaan opnemen. Zowel zittend, maar ik laat jullie zien, ook staand. En dan druk ik op dit knopje en dan gaat hij omhoog. En dan kun je bij wijze van spreken zo hoog mogelijk hem instellen als je maar wilt. Dan hoef je niet meer te zitten, maar dan kun je ook bijvoorbeeld staand video's gaan opnemen. Na een dagje lang hard werken ben je soms ook een beetje moe en wil je weer uitrusten. Daar heb ik weer de perfecte oplossing voor. Namelijk deze heerlijke elektrische X2 Relax Tool. En ook deze is weer elektrisch te bedienen vanaf de zijkanten. Zo, dit zit toch heerlijk. Als je dan vanavond ligt en je telefoon is leeg, heb je daar ook nog een oplossing voor. En een USB-kabel kun je zelfs aan de zijkant erin doen. En zo kun je perfect jouw telefoon opladen. Wil je nou ook deze tool halen of de zitstaanbureau, dan kun je de link in de beschrijving checken. En van 24 tot 27 november is er ook nog eens Black Friday. Flexispot, dankjewel voor de sponsoring van deze video. Ai, ai, ai. Ik had je... Nee, laat maar, dat ga ik niet zeggen. Je had me niet zo goed ingeschat. Nee, man. Ja, ik weet niet. In mijn video's ben ik veel slechter of zo. Ja, dat heb ik ook wel, hoor. Je kan... Oeh. Nee. Kut. Choke. Ai. Regilio. Spaghetti boerenkool. Wat gaat het worden? Spaghetti. Nee. Ik probeer me af te leiden. Ja, tuurlijk. Ik ga het wel door. En nu? Oké, ik kon onderen. Ja toch! 2-0! Allee, kom op. Deze wordt voor jou, maat. Speel je op een normale PS5 controller? Ja, man. Okay. Die R was niet slim. Die R was niet slim. Oei! Nee! Ik wil niet gekild worden door Mr. Happatee. Oké. Okay. Mis. 100. Nee. Gekoond. Nee. Hoeveel heb ik gegeven? Van 100. Nee. GG's. Ai, no. Hoppatee, jongens. Hij pakt hem, hoor. Hij pakt het W. Oké, 2-1. Ik snap niet waarom hij niks boven hem bouwde ze net. Edit. Man, nog 50. 100? Ai. Hij is hacker, hacker! Nee, dat kan niet! Dat kan niet! Jongen! Dit is een guy hacker! Je bent zo snel, man. Je bent overal en nergens. Oeh, ik dacht... Nee! Nee. Nee. Oh! Dat kan niet. Dat kan niet. Hacker. Wat zei ik alweer? Ik kom vandaag dat nog tegen. Kan gewoon. Oh, er was een andere tekst bij. Ik weet niet meer wat. Oh shit, hoeveel staat het nu? 3-1. Ah, shit. Gekoond. Oh, dit is een spannende. Heb je ook dat je soms automatisch mentelt? Wat? Dat mentelen. Dat doet soms automatisch. Wat is weet mentelen? Weet je wat mentelen is? Nee, zou dat snel rennen of zo? Nee, dat is zeg maar klimmen, dit. Oh ja, dat hier. Ja, maar ik ken al die Fortnite taal niet. Nee, dat is allemaal Engels, hè. Ik ben er best wel goed in, namelijk. Ik zit ja, vast. Ja, jij en Engels zijn dat is een goede deal, hè. 40. Kom op. Nice, nul ping.
Ja toch! 4-1! Maar ik moet wel eerlijk zeggen, zo meteen gaan we nog realistisch doen en daar ben ik wel slechter in, man. Ik weet niet waar ik beter in ben. Ik denk wel in dit, dat je meer builds hebt. Oh. Oh, oké, okay. Slim geëdit. Goeie escape. Ik mis. 60. Oh, de shell komt. Oh. Ja! GG, GG. 5-1 is deze stand geworden. We gaan het zien wat het realistisch gaat worden. Oprecht, daar kun je me echt op pakken. Let's go, daar gaan we. 1v1 realistic. Gaat hij het klutsje? Is de vraag. Oeh. Oeh, 185. Ik kan je pickaxe hebben, hoor, dat weet je. Bruh. Nee! Killing damage, nee toch? Nee toch? Alright, 1-0. 1-0. Oké. Oeh! I know, ik heb het mijn verkeerde. Oh joh, dat viel ik bijna. Oh, ik mis. Kut, edit, edit, edit. Ai! Nee, hij edit niet. Ik ben er door net heen. Oh, ik had 1 wild. Ik had 1 wild. Had je mij al eerder gehit? Huh? Huh? Weet ik eigenlijk niet. Nee, niet toch? Hoe joh? Hij speelt ook PC, hè? Dat is wel een verandering. Maar als ik nu nog op PC speel, dan denk ik dat de score ook wel wat anders is. Nou, had je me kunnen aanpakken. Oeh! 100? 100, 100, 100, weg! Ik ga je edit koersen. Kom maar. Kom maar, zegt hij. Oh shit, ja, oké, dat gaan we heel snel. Mijn meds. Ik heb niks meer. Nee! Ben je helemaal oud? Ja, bro. Ja, die komt aan op jou 1, maat. Wat? Cracked? No way. Regilio, dat mag je niet winnen, hè? Nee, man. Nee! Ik mis! Nee! Oh, mijn even staat uit volgens mij. 2-1. Nee, zo gaan we niet. Yusu dansen, Ro! Yusu dansen! Nee! Amon is te goed, ouwe. Regilio! Nee! Karma, Jordi. Karma. Oh shit. Oei, 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 oei. Verdamme. 3-1, 3-1. Bro, hoe gaat het op dit moment met je blokfluiten? Ah, nee, man. Doe niet meer. Nee, helemaal niet meer? Nee. Want bro, besef, je bent gewoon weggestuurd door die handhavers, hè? Ja, man. Ai, nou, maar kan je het nog een beetje? Nee. Nee? Heb je je blokfluit nog? Ja, ergens wel, volgens mij. Niet voor mij, zeg maar. Uiteindelijk was het dus wel voor mij. En toen stonden er opeens 6 mensen om me heen. Huh! Ik heb hier geen mats. Heb je geen mats meer? Yusu dansen, bro! Nee! Wat? Ik kan ook niet. Oh. Nee, ik kan ook niet bouwen, bro. Waarom vind ik nou weer zo fucked up, ouwe? Daar gaat hij. Ah, nee, gaat precies via de andere kant. Ja, die grapjes voor jou ken ik wel. Die grapjes voor jou ken ik wel, zegt hij. Wie bokst? Ja, en nu? Nu ben ik weg. Mooi, joh. Ah! Mooi, joh. Gekoopt. Goed, hè? Ja, GG, ik kan er echt niks aan doen. 4-2 op dit moment. Hé, maar bro, weet je wat ik ook hoorde? In een comment, iemand zei, deze man gaat sowieso met Nike Tech naar school. Kun je dat aanvaarden? Of, klopt dat? Ja, het is wel zo. Oh, David, je bent gewoon drillen van de school. Nee. Dat niet. Maar eerlijk, zit gewoon lekker. Ja, klopt. Ja, toch? Nee, nou. Maar besef, want iemand comment... Want iemand commentte daaronder ook weer en die zei van, ja klopt, hij zit op mijn school, hij gaat elke dag maar met Nike Tech. Elke dag is ook wel over. Ik heb weer geen mats. Oh, die was smerig. Ja, hoe ga ik het ooit fixen zonder mats? Ik moet er gewoon een goede pomp uit geven. Ja, dit is onmogelijk. Hey, ik kan niet met hem. Ja? Ja! Oh! 5-2, hoppatee jongens. Hoppatee.
Hey. Wij gaan sowieso nog een keer livestreamen. Ja, toch? Dus dames en heren, like al even deze video als jullie dat willen. Abonneer voor Regilio. Dus en zet het belletje aan, want dus één van de aankomende streams ga ik samen met Regilio spelen. Wees erbij en dan check ik jullie bij de volgende video weer. Groeten!